Vandaag was een bal hier. Vandaag ga ik jullie wat over vertellen over deze knikkerbaan. Ik zet nu even het bolletje neer waar die in moet komen. Het leuke eraan is dat iedereen het kan maken. Je hebt ervoor eigenlijk twee elastiekjes nodig voor het balletje en heel veel tape omheen. Dit moet je gewoon vouwen. En deze moet je een heel groot stuk papier oprollen. En dan nog een stuk. En dat moet je met elastiekjes doen. En dan rood papier eromheen aan de onderkant en dan een elastiekje. En dan heb je het. Ik vind het ook best leuk dat er niet zoveel fout aan kan gaan. Maar ik heb er wel even mee zitten putten. Om het te maken tenminste. Ik vind het ook leuk dat, dat je het balletje ook zonder balletje heel hoog mag gooien. We gaan even verder, maar ik vind het ook vooral leuk dat dat heel veel mensen dit kunnen maken. Wat ik eigenlijk al zeg, maar ik weet niet wat ik anders moet zeggen. Maar ik ga jullie nu even laten zien hoe ik het doe. Het is best moeilijk. Die was er dus bijna in. Stuiter. Ja, het is heel raar dat hij stuitert, want het is voor een tijd hoor. Geen idee hoe het moet, maar ik zou het fijn vinden als ik hier nog wat hoger zat gebouwd, maar dat heb ik nu niet. Weer niet gelukt. Maar trouwens, ik heb er eigenlijk best lang over gedaan, over dit balletje, want ik moest heel lang zoeken naar het, naar de tape, want de tape die was echt verstopt. Als je nog vlaggetjes hebt, kan je dat hierin zetten. Zo, dat is wel leuk. Maar eigenlijk was ik eerst van plan om een roeper te maken, zodat je dat blad, weet je wel, dat balletje, dat je dat dan gewoon dat je dat balletje ook gewoon als een knikker kan gebruiken, maar dat balletje, dat vind ik eigenlijk best leuk, dat ik dat ook zelf heb gemaakt met twee elastiekjes. Ik vind het vooral grappig dat het balletje ook kan stuiteren. Niet zo goed, maar het kan wel. Maar het enige wat er nog moet is dat de camera niet leeg gaat. Want dit was eigenlijk best een lang. Stop maar.